Kick Piri, gefeliciteerd met de overwinning. 2-0 tegen PSV. Was dit een droomwedstrijd voor jou? Ja, het was in ieder geval een hele goede wedstrijd. Laten we dat voorop stellen. Als je kijkt hoe wij het eerste kwartier beginnen, dat is echt genieten. Dat is top. De energie, de felheid die we erin gooien. En dan zie je ook dat het wordt beloond. Dan scoor je 2 keer in 6 minuten en dat is prachtig. Ja, jij gaat volgens mij in de 81ste minuut uit het veld. Dus het publiek staat op de banken staan, de ovatie. Dat geeft wel lekker gevoel, denk ik, of niet? Ja, dat is fantastisch. Ja, ik moet zeggen, ik had wat last van mijn kuiten. Ik voelde de krampen inschieten en ik had er vooral een beetje last. En elke sprint die ik daarna maakte, voelde ik van, die kan er zomaar even inschieten. Dus ik dacht dat het verstandig was om eruit te gaan. Het gaat lekker snel met jou, nu je voor de 2e keer in de basis in de Eredivisie. Je hebt de statistieken, jongste debutant, jongste speler ooit in de Eredivisie van Heerenveen. Gaat het niet te snel? Nou, ik denk dat iets niet te snel kan gaan. Ik denk als je er klaar voor bent, dan ben je er klaar voor. En ik denk dat daar geleefdheid aan gebonden zit. Als je gewoon er klaar voor bent, dan ben je er klaar voor. Punt. En zo is het. Ja, dat laat je natuurlijk ook absoluut zien op het veld. Als je dit laat zien tegen PSV, als een 17-jarige jongen. Dat zegt wel iets over jouw talent natuurlijk. Ja, kijk, ik probeer gewoon elke dag uiterste te geven en in de wedstrijden te knallen. En of je dan tegen ADO staat of tegen PSV, je doet gewoon elke wedstrijd. Probeer je hetzelfde te doen. En dat op een zo hoog mogelijk niveau. En dat is vandaag goed uitgepakt. Ja, lees je eigenlijk vaak stripboeken? Stripboeken? Ja? Nee, eigenlijk niet. Vroeger wel, moet ik zeggen. Maar dat is wel een tijdje geleden. Maar nee, niet echt. Hoezo dan? Ja, je hoort het een beetje. Hè? Iedereen heeft het over Kick Piri. Dat is net een naam voor een stripheld. Ja, dat hoor ik ook wel eens. Ja. Dat is, volgens mij zeggen ze tegenwoordig zelfs al, dat hoor ik bij Voetbal Inside, dat mijn naam eigenlijk totaal nergens op slaat. Maar dat mogen ze zeggen. Abelens trouwens ook zo'n iconische naam. Abelens is ook een aparte naam, hoor je ook niet vaak. Ja, misschien hoort het wel bij deze club, jonge spelers met gekke namen. Ja. Ja, een stripboek is het misschien niet, maar een jongensboek ben je wel een beetje aan het schrijven. Hè? Voelt dat ook zo? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik besef het soms nog niet eens. Je zit gewoon in die flow en daar probeer je gewoon mee door te gaan. En ik denk pas over een paar jaar dat je beseft van hoe het allemaal gegaan is. Daar moet ik eerlijk zeggen, daar ben ik nu helemaal niet mee bezig. Ja, want volgens mij ging het in jouw jeugd ook altijd wel snel. Hè? Als C-er zat je volgens mij al bij de A1 op een gegeven moment. Ja, in de jeugd heb ik ook vaak teams overgeslagen en is het ook vrij snel gegaan. En ik probeer die lijn eigenlijk door te zetten en hopen dat het... Dat het op zo'n hoog mogelijk niveau mag eindigen. Wat zijn nou jouw grootste doelen in dit seizoen? Proberen deze basisplaats vast te houden. En zoveel mogelijk punten pakken met het team. Zoveel mogelijk goed voetbal laten zien. En proberen die play-offs te halen en hopelijk meer. Ja, jouw carrière schiet nu in rap tempo van de grond. Waar moet het gaan eindigen? Wat zijn je stoutste voetbaldromen? Mijn stoutste voetbaldromen? Nou, ik heb ooit een keer gezegd dat ik bij het eerste van Real Madrid wil eindigen. En dat is nog steeds een droom voor mij. Dus laten we hopen dat dat ooit een keer waar zou mogen zijn. Heb je Martin Ødegaard al gevraagd hoe het daar is? Ja, af en toe vraag ik wel eens van hoe is het daar, hoe is de kleedkamer daar? En nee, dat zou fantastisch zijn als ik ooit daar mag schitteren.